Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Direct Duidelijk Tour. Ik ben Lodewijk van Noord. Leuk dat je kijkt. We gaan het vandaag hebben over proactieve dienstverlening. En misschien is dat niet meteen het meest direct duidelijke woord dat je kent. En toch gaan we het er vandaag over hebben. En waarom? Omdat het een manier is om mensen nog beter te helpen en te bereiken. En natuurlijk ook omdat heldere communicatie en goede dienstverlening hierin een hele belangrijke rol spelen. Want overheden die weten waar inwoners en ondernemers recht op hebben. En vaak weten ze dat beter dan de mensen zelf. En je kunt als overheid diensten verlenen zonder dat een inwoner of ondernemer daarom vraagt. Mensen krijgen dan dus eigenlijk automatisch waar ze recht op hebben. En dat is proactieve dienstverlening. En wat het precies is en wat er allemaal achter zit, daar gaan we het vandaag over hebben met drie hele interessante gasten. Bij mij in de studio zit Jet Klaver. Welkom Jet, ja, leuk dankjewel. Dat je er bent. En straks praat ik ook nog online met Carolien Nauta en Christine de Waalen. En zij vertellen hoe proactieve dienstverlening door hun wordt ingezet. Dus dat zijn echt mooie praktijkvoorbeelden. Alvast welkom aan mijn online gasten. We spreken straks met jullie. Proactieve dienstverlening is iets dat enorm in ontwikkeling is. En we bespreken vandaag dan dus ook echt de huidige stand van zaken met de kennis van nu. Ik kan me voorstellen dat je er allerlei vragen over hebt aan de gasten. Stel ze vooral via de chat. En dan probeer ik jouw vraag hier straks aan hen te stellen. Maar laten we nu dan heel snel beginnen. En dat doen we met jou, Jet. Jet, vertel, wie ben je precies en wat doe je? Nou, dank voor de uitnodiging. Jet Klaver, ik werk nu 1,5 jaar bij DigiCampus op het thema proactieve dienstverlening. En daar ben ik een beetje ingerold. Ik wilde kijken iets met mijn antropologische achtergrond, iets voor mensen doen. En ik vind technologische innovatie heel interessant. Ik kwam bij DigiCampus terecht. Er was de vraag, wil je hiermee aan de gang gaan en hiermee doorgaan wat wij aan het doen zijn? Dan dacht ik, ja, dit is een heel leuk onderwerp. Hiermee ga ik aan de gang. En nou zitten we hier 1,5 jaar later om te vertellen over dit onderwerp. En voor de mensen die DigiCampus niet kennen, wat is dat precies? DigiCampus is eigenlijk een multiple helix hub. En dat wordt heel ingewikkeld. Maar dat betekent eigenlijk... Ik zie de vragen al binnenkomen. Dat betekent eigenlijk dat wij dus een organisatie zijn die zijn opgericht vanuit zowel ICTU, TU Delft, Logius en All Digital, dat is de marktpartijen. En sinds kort ook provincie Zuid-Holland en de VNG. Om dus vanuit die organisatie te kijken, hoe kan je nou de dienstverlening van de toekomst vormgeven? Oké. En ik zeg dan multiple helix, omdat we dus vanuit al die verschillende organisaties mensen bij ons hebben werken. Dus het team is daardoor per definitie heel divers en heb je al die ingangspunten heb je al mee. Ja, dus met een hele grote groep diverse mensen kijken jullie eigenlijk naar hoe kan je die dienstverlening nog beter krijgen. Ja, precies. En dan met name met de focus op digitaal, als ik je goed hoor. Ja, maar daar hebben we niet uit het oog verliezen, want natuurlijk niet iedereen digitaal vaardig is, maar... Ja. Voor ons niet de focus op digitaal, Mooi. En jij weet dus heel veel van proactieve dienstverlening. Ja. Nou, kom maar op, wat is het precies? Nou, proactieve dienstverlening is eigenlijk dat je gaat van meer een reactieve overheid, waarbij de initiatief volledig bij de burger ligt om zowel een dienst te vinden als alle informatie die nodig is om die dienst te krijgen, naar een meer proactieve overheid, waarbij het initiatief meer bij de overheid ligt en je dus misschien wat informatie klaar kan zetten of mensen kan informeren dat een dienst van hun op toepassing is. Dus dat eigenlijk het grote verschil tussen een normale overheid en een proactieve overheid. Je noemt dat andere dus eigenlijk al normaal en dit is dan wel weer meer bijzonder, maar mooi, ja. Ja, nou, we zijn natuurlijk we zijn aan het doorgroeien. En ik ben eens aan het kijken naar hoe moet die proactieve overheid eruit zien. Ja. En wij hebben daar een eerste definitie voor. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hoe je, dat je een overheid, dat je hem actief aanbieden. Mm-hmm. En... Ja, we halen hem even erbij in beeld. Ja, dat was even wat hem, ik hoopte inderdaad. We hebben hiervoor staan, heel mooi. Dus we kijken even naar de definitie over proactieve overheid. We zien hem nu zelf niet, maar hij komt vast zo in beeld. Ja, het initiatief van dienstverlening ligt bij de overheid. Ja, dat is, die hadden daar we behandeld. Ja, die hadden we net die hebben we gehad. Ja. En dan kijken we dus met een proactieve overheid heeft actuele data als basis. Ja. Het werkt met eenvoudige processen, dus dat je ook kan achterhalen waarom een keuze zo gemaakt is en niet dat het ergens verstopt is en er iets uitrolt en dat je denkt van, maar waarom? Ja. Het bereidt zoveel mogelijk afname voor, dus eigenlijk met de informatie die we al hebben om te kijken van, nou, wat kunnen we al klaarzetten voor de burger, voor de inwoner? Want het is vaak een heel gedoe als je alles zelf moet verzamelen. Ja. En eigenlijk uiteindelijk dat de burger alleen de dienst hoeft te accepteren. Dus dat je alleen maar een vinkje zet van ja, ik wil dit ontvangen of ik wil het niet ontvangen. Dat mag natuurlijk ook. Het is geen verplichting. En ook dat als iets wijzigt, bijvoorbeeld je inkomen wijzigt, dus dan heb je misschien ander recht op andere toeslagen, dat je daar een seintje van krijgt. Dus dat je daarover wordt geïnformeerd, zodat je bijvoorbeeld niet aan het eind heel veel hoeft terug te betalen. Ja.
Laten we dit nou eens aan de hand van een voorbeeld doorlopen. Dus, want dit zijn inderdaad de definitie. Dit is een beetje de definitie van alles die erin. Maar noem eens een voorbeeld waaraan we deze stapjes eventjes kunnen doorlopen. Ja, nou, het bekendste voorbeeld hierbij is denk ik de vooraf ingevulde belastingaangifte. Ja. Dat gaat op basis van de actuele data van het afgelopen jaar wat je verdient en wat je inkomen is geweest. Het is voor de meeste mensen een redelijk eenvoudig proces. Ik denk als je veel uitzonderingsregelt, dan wordt het ingewikkelder. Maar in principe staat alle informatie klaar in je aangifteformulier. Dan hoef je dat alleen maar te controleren, hier en daar wat aan te vullen of te wijzigen. En dan kan je zeggen, ja, ik ben het eens met deze informatie. Accepteer dus de dienst en de informatie die er is. En een paar maanden later krijg je dan je eventueel belastingteruggave en dat soort dingen. Ja, dat, dat, is een dat hoop je. Dat, ja, dat hoop je meestal. Je hoop meestal niet terug te betalen, maar dat is dus het een hele. Waar je naar gaat kijken, toch? Ja. Maar dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Hè? Dus iets wat al helemaal is ingevuld. Dus ik krijg een belastingformulier. Ik check dat op de website van de Belastingdienst. Ja. En ik kan het accepteren. Ja, of ik kan controleren dat er iets niet klopt. Ja. Mooi voorbeeld daarvan. Maar er zit nog meer aan die definitie vast. Ja, wij kijken ook wel naar verschillende smaken van proactieve dienstverlening. Want het is niet zo dat je proactieve dienstverlening kan vatten in dit is het nou. Mm-hmm. Maar dat wij kijken naar nou, welke vormen heb je eigenlijk. En misschien meest bekende is het echt actief informeren van mensen. Bijvoorbeeld als je 18 wordt, krijg je sommige gemeentes krijg je een brief voor jou en je ouders. Waarin staat aangelegd van oké, je bent nu 18 geworden. Heb je aan deze en deze dingen gedacht? Ja. Heb je dit allemaal geregeld? Heb je dit gedaan? Nou, dat is proactief informeren. En op die manier zorg je bijvoorbeeld voor dat mensen de zorgtoeslag aanvragen. Dat ze een verzekering hebben, DigiD, dat soort zaken. Ja, en het is dus iets waar ik zeg maar als 18-jarige niet om gevraagd heb. Maar het is een soort service van de overheid die mij informeert over deze dingen. Let erop, die veranderen in je leven. Ja. Ja. Wees je daarvan bewust en doe deze dingen. Dat is dat eerste smaakje. Ja, ja. De tweede smaak. Ja, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dus je voelt je vooraf ingevulde belastingaangifte. En dat je eigenlijk een dienst krijgt vanuit de overheid. En dat al behoorlijk is klaargezet. En dat je alleen maar hoeft te checken van, kloppen deze gegevens en wil ik ook deze dienst? Ja. Dat is waar dat gedeelte om gaat. En dan een laatste is eigenlijk een misschien meer proactief, maar dat je eigenlijk niet zelf nog actie hoeft te ondernemen om iets te krijgen. En een voorbeeld hiervan is het terugbetalen van je studieschuld. Er wordt gekeken naar jouw inkomen van 2 jaar geleden. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel je kan terugbetalen. En als die terugbetalingsregeling start, krijg je een brief met zoveel moet je terugbetalen. En als je dat, nou, als je hoeft voor de rest geen actie te ondernemen, dan wordt gewoon van je rekening afgeschreven. En in principe, een paar jaar later, is jouw studieschuld afbetaald. Ja. En natuurlijk kan je wel dingen aanpassen. Dus je kan een betalingsstop aanvragen en je kan ook meer aflossen als je dat wil. Maar in principe hoef je niets te doen. Nee, dat is helemaal van tevoren automatisch, omdat de overheid die informatie al van jou heeft. Ja. Dus dat kunnen ze heel makkelijk op die manier doen. Welke haken en ogen eraan zitten, daar komen we straks nog op terug. Tot slot, want je had nog... Ja, nou dit is het, die volledige proactieve dienstverlening, waarbij je dus eigenlijk niks hoeft te doen. Dat is volledig geautomatiseerd. Ja. De vraag, dat is die laatste smaak. Ja, dat is die laatste smaak. De vraag is of je dit wilt in alle gevallen. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat er een paar plekken zijn waar je denkt, ik wil dit niet volledig proactief gaan doen. In Estland zijn ze heel ver met proactieve dienstverlening. En daar hebben ze gekeken naar welke dingen kunnen absoluut niet proactief of volledig automatisch of volledig online. Ja. En daar hebben ze gekeken naar het trouwen, dat kan niet. Scheiden of een huis kopen, verkopen. En eigenlijk als ik die dingen hoorde, denk ik, oh, dat zou makkelijk zijn als dat zou gaan. Maar wat is dan de reden waarom dat dan eigenlijk niet kan, volgens mij? Omdat je wil kijken of het niet onder dwang gebeurt. Oh ja. Omdat het met grote financiële gevolgen is als jij onder dwang gehuwd wordt of onder dwang gaat scheiden. Of een huis koopt op die manier. Je wilt persoonlijk contact om te kijken of er geen dingen fout gaan. Of mensen, of allebei de personen die hier aan meedoen, het willen. Ja. Ja. Dat is de reden waarom ze dat op die manier hebben ingestoken. Dus die gaan niet proactief? Die gaan niet proactief, nee. Je hebt ook nog een kwadrant meegenomen. Ja. Je ziet het hier in beeld, hè? Dus ongewenst, gewenst, verwacht, onverwacht. Kan je dat uitleggen? Ja, ik moet hier eventjes aangeven dat ik dit vorige week geleerd heb op onze Unconference proactieve dienstverlening. We zijn super actueel. Dus, ja. Van Jeroen van Grondelle, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, die hiermee bezig is. En die is eigenlijk, je wil kijken van wat zit nou in het... Het liefst wil je de proactieve dienstverlening in het stukje sowieso gewenst. Ja. En dan of onverwacht gewenst. Dat je denkt, oh, wat fijn dat ik dit krijg. Bijvoorbeeld een brief als je rijbewijs verloopt en dat je dat opnieuw moet aanvragen. Nou, dat is heel, ik denk, onverwacht dat je het krijgt. Want je houdt je niet bezig met wanneer je dat moet gaan doen. Maar wel heel gewenst dat je het krijgt. Ongewenst en onverwacht. Een doorgeslagen vorm van proactieve dienstverlening kan denk ik zijn
als we bij iedereen aan de deur gaan komen en eventjes de financiële situatie door gaan nemen en dan gaan bespreken zonder welke aankondiging staat er opeens iemand voor me. Ja, deur. En dan gaan bespreken, nou, deze regelingen kan je vanuit de overheid krijgen. Ja. Heel erg inbreuk op zowel je persoonlijke leefomgeving als op je privacy. In dat stukje willen we eigenlijk gewoon wegblijven. Ja. Dus eigenlijk is dit een mooie invuloefening, hè, voor als jij nou zit te kijken en denkt, hey, ik zou misschien wel eens willen kijken of wij met proactieve dienstverlening aan de slag gaan. Vul het eens in op dit kwadrant en staat het dicht naar die ongewenste kant, dan moet je eigenlijk afvragen, is dit wel een goede oplossing hiervoor? Ja, zeker. Fijn, duidelijk. Ja. Nog eventjes, hè, welk probleem lossen we nou eigenlijk op met proactieve dienstverlening? En is er eigenlijk wel een probleem? Nou, ik denk dat er verschillende problemen zijn. En ik denk dat een groot probleem dat je kan oplossen met proactieve dienstverlening is denk ik het niet gebruik. Bijvoorbeeld, vorig jaar stond in het nieuws dat een kwart van de mbo-studenten niet direct had op een aanvullende studiebeurs, daar geen gebruik van maakte. En een groot deel van hen leende wel extra bij. Mm-hmm. Dus ze maken wel meer schulden, maar dat ze dus, terwijl ze eigenlijk gewoon recht hebben op geld. Nou, dat zijn dingen waar je denkt, nou, waar kunnen we nou proactieve dienstverlening op inzetten om dat te doen? En ik weet dat Duo nu een pop-up heeft gemaakt om te kijken, hey, check even of je hier recht op hebt. Ja. Nou, dat is proactief informeren. En dat je dus misschien kan je het uiteindelijk helemaal automatisch doen en dat je gewoon die beurs krijgt. Ja, want het is in principe zijn het dan gegevens die we als overheid dus wel weten over die mensen. We weten dat ze mbo-student zijn, we weten dat ze er recht op hebben. Ja, maar het is op basis van de inkomen van de ouders. Ah, ja. En de ouder, tenminste als ik het goed begrepen heb, moet de ouder toestemming geven of ze die inkomensgegevens mogen gebruiken voor die student. En daar is op dat stuk zit nou, iemand van Duo zou dit echt even moeten verifiëren, maar ik bedoel, volgens mij was dit de situatie. Ja, ja. Ik hoop dat het ook helder voor jullie thuis is. Heb je vragen, hè? Stel ze vooral aan Jet via de chat. Maar we halen er nu ook iemand bij online, iemand die dit al in de praktijk heeft gebracht. Welkom Carolien Nauta. Fijn dat je er bent. Vertel even aan onze kijkers, wie ben je en waar werk je? Ja, ik ben Carolien Nauta dus, manager analyse en advies en ik werk bij het CIZ. En dat staat eigenlijk voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Ja, en wat doen jullie precies? Nou, wij hebben een aantal overheidstaken. De meest grote is dat wij bepalen of je toegang hebt tot de wet voor jouw zorgbehoeften. Dat gaat dan veelal om bijvoorbeeld ouderen die behoefte hebben aan verpleeghuiszorg. Maar het kan ook gaan om mensen die beperkingen hebben dat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En daarnaast adviseren wij de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, bij het toekennen van de dubbele kinderbijslag. Ouders die kinderen hebben die intensieve zorg nodig hebben, die hebben recht op dubbele kinderbijslag. Ja. En wij bepalen of de kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zodat waarmee de ouders dan in aanmerking komen voor die dubbele kinderbijslag. Ja, en dan hoorde ik Jet natuurlijk net die definitie geven over proactieve dienstverlening. Als ik jou dit nog hoor zeg, denk ik, oh, jullie hebben dus inderdaad beschikken over veel gegevens waar je eigenlijk dus ook proactief iets mee zou kunnen doen. Wat zijn jullie plannen? Wat gaan jullie doen? Of wat doen jullie al? Ja, nou, wat we gezien hebben, is dat die regeling van de dubbele kinderbijslag niet voldoende wordt uitgenut. Oftewel dat er ouders zijn die daar recht op zouden hebben, maar die zich niet melden. Dat heeft ermee te maken dat in de regeling van de dubbele kinderbijslag staat dat de ouder zelf die aanvraag moet doen. Terwijl wij weten dat kinderen die een WLZ-indicatie hebben, mm-hmm. De ouders daarvan in aanmerking komen voor die dubbele kinderbijslag. Alleen dat zijn twee verschillende regelingen, twee verschillende wetgevingen, zelfs onder twee verschillende ministeries. En die verwijzen niet naar elkaar. Dus we hebben wel de informatie, maar we mogen ze eigenlijk niet op elkaar leggen om te bepalen welke ouders daar automatisch recht zouden kunnen hebben. Dus we zijn nu samen met de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie van Sociale Zaken in gesprek gegaan. En de bedoeling is dat we vanaf volgend jaar kinderen die een WLZ-indicatie hebben, die gegevens rechtstreeks doorgeven naar de Sociale Verzekeringsbank, zodat de ouders automatisch in aanmerking komen voor de dubbele kinderbijslag. Ja, en dit klinkt een beetje wat je zegt, want het is lastiger met die gegevens. Heeft dat dan met de AVG te maken? Ja, de AVG beschrijft dat er doelbinding moet zijn om data met elkaar uit te wisselen. Dat is ook goed ook, hè, want het gaat vaak om gezondheidsgegevens. Dus daar moet je als overheid heel zorgvuldig mee omgaan. Ja.
Soms de burger begrijpt vaak niet dat het één overheidsorganisatie is die meerdere regelingen uitvoert en dat die regelingen niet naar elkaar verwijzen. Ja. Helder. En hoe gaan jullie er nou voor zorgen dat dit dan uiteindelijk ook werkelijkheid wordt voor jullie? Wat gaan jullie doen? Ja, nou ja, daar moeten dus de regelingen voor aangepast worden. Dus daar zijn we nu hard mee bezig. Althans, daar is het ministerie mee bezig. Die moet Ja. dat doen. We helpen daar uiteraard bij. En met als doel dat uiteindelijk kinderen die dan een WLZ-indicatie krijgen, dat wij daarvan de gegevens automatisch door mogen sturen naar de Sociale Verzekeringsbank. En dat zij dan die dubbele kinderbijslag kunnen toekennen. Ja. En kost het jullie nou veel tijd om dit te organiseren? Nou ja, nee. We zijn best al wel lang met elkaar in gesprek, omdat we zien dat die regeling dus niet voldoende wordt uitgenut. Dus dat er ouders zijn die er wel recht op hebben, maar dat niet krijgen. En we hebben met elkaar, hè, want we doen dit samen met de Sociale Verzekeringsbank, vooral ook heel erg nagedacht over eigenlijk dat eerste stapje wat Jet net aangaf, van hoe kun je de burger proactief informeren dat ze hier recht op hebben. Dat hebben we ook wel gedaan, hè, door bijvoorbeeld op het besluit van de WLZ aan te geven dat die ouders mogelijk daar recht op hebben. En toch zien we dat dat ja, nog leidt tot niet gebruik. Dus uiteindelijk zijn we met elkaar na vele gesprekken gekomen van ja, dan hebben we wat te doen op de regelgeving. En het aanpassen van wet en regelgeving, dat kost meestal wel behoorlijk tijd. Ja, dat snap ik. En het zal waarschijnlijk ook wel technisch iets voor jullie betekenen. Is dat iets waar jullie dan zelf al mee bezig zijn binnen de organisatie? Ja, dus dat betekent dat je die data met elkaar Ja. moet kunnen koppelen. En dat is misschien nog technisch het ingewikkeldste. Die data moet sturen naar een andere overheidsorganisatie. En dat je eigenlijk moet zorgen dat die data ook op een goede manier daar kunnen landen. Maar dat Ja. is op zich wel te doen. Het is op zich wel te doen. We kregen er namelijk wel wat vragen vooraf over de techniek. En misschien als jij daar een antwoord op wil hebben. Er zijn een paar mooie voorbeelden. In België werken ze bijvoorbeeld al 40 jaar met de kruispuntenbank, zoals dat heet. En ook Novum is een mooi voorbeeld. We zetten die voorbeelden nu in de chat als je iets meer wil weten over de techniek hierachter. Dan toch nog even terug naar jou. Heb jij tips voor mensen die ook aan de slag willen met die proactieve dienstverlening? Ja, wat ik net al aangaf, de burger heeft vaak niet door dat het gaat over verschillende regelingen. Die heeft gewoon in zijn hoofd, joh, de overheid weet die informatie van mij, dus waarom moet ik dat nog geven of waarom doen ze dat niet zelf, zeg maar, op elkaar leggen. En als je vanuit die burgergedachte gaat denken rondom die zaken die jij als uitvoeringsorganisatie uitvoert, dan kom je denk ik een aantal zaken tegen waarvan je denkt, hey, kunnen we dat niet makkelijker doen? Ja. En dan denk ik dat als je het goede verhaal hebt, dat je in gesprek moet gaan met de partijen die daarin mee kunnen bewegen. En een lange adem hebben. Want ja, zeker als het leidt tot de aanpassing van wet of regelgeving, en dat is vaak zo, ja, dan duurt het even. Maar laat dat je niet stoppen, want anders gebeurt het in ieder geval niet. Nee, goede tip. Ik zie hier ook Jet instemmig knikken. Carolien, voor nu bedankt. Fijn dat je er was en graag tot de volgende keer. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Jet, als we dit voorbeeld nou horen en uiteindelijk waar Carolien naartoe wil groeien met haar organisatie, op welke smaken, zeg maar, die tredes die jij had, zitten we dan precies? Ja, ik denk dat we nu dus doorgaan naar de laatste trede, de proactieve dienst leveren zonder tussenkomst van de burger. Ja. Maar ook vooral interessant van haar voorbeeld is dat ze dus eigenlijk eerst proactief zijn gaan informeren, hebben gekeken, nou, dit werkt onvoldoende, en daarna pas zijn verder gaan kijken. Ja. Ik denk dat het ook een goede is omdat om die stap ook te nemen, zeg maar. Ja. Ja, we hoorden ook wel een paar dingen waar ze mee bezig zijn. Ja. Dat doet mij een beetje denken aan, er zijn vast ook wel randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je eigenlijk kan nadenken over proactieve dienstverlening, of dat je het echt ook in gang kan zetten. Wat zijn die randvoorwaarden? Ja, wij zijn zelf bezig met eigenlijk een soort vastheidsmandaat maken voor proactieve dienstverlening. En daar een wilde discussie gehad van een aspect. Maakt het hier nou de proactieve dienst, maakt het een dienst meer proactief of maakt het een dienst beter. Oh ja. Dus wij hebben een paar dingen. Dus niet dat proactief maken om het proactief maken, maar het moet echt wel natuurlijk een doel dienen. Ja, en bijvoorbeeld dingen die wij belangrijk vinden om mee te nemen is, nou, we zitten ook hier vanuit gebruiker centraal, dus dat je het samen met een burger ontwerpt, dat je dat idee meeneemt, dat je het
echt doet voor een inwoner. En niet dat je iets blijkbaars niet op zit te wachten. Want dan krijg je op de onverwacht kant en ongewenst kant. Weer naar die gewenst en verwacht. En dat je het zorgt dat het natuurlijk digitaal toegankelijk is, leesbaar. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon randvoorwaarden voor alle dienstverlening, denk ik. Dus daarom niet per se voor productieve dienstverlening. En ik denk een heel belangrijk punt is ook gegevensminimalisatie. En wat bedoel je daar precies mee? Dat je zorgt dat je alleen de gegevens hebt die je nodig hebt. Want je ziet bijvoorbeeld het is de laatste paar jaar best wel fout gegaan af en toe bij fraudebestrijding. Waar best wel wat gegevens werden gebruikt, zoals dubbele nationaliteiten, als indicatoren. En je wilt niet dat je denkt, ik ga minimagroepen identificeren. Mm-hmm. En dat je daar gegevens set voor neerzet. Dat kan niet. Het moet wel echt op gegevens gaan die je nodig hebt. En niet dingen die eventueel handig zijn. En is dat iets wat je ook van tevoren kenbaar moet maken? Dat je zegt, met deze gegevens ben ik bezig of heb ik u kunnen selecteren voor dit? Nou, het lijkt me idealiter wel. Als je dat je wilt wel zo open mogelijk zijn over waarom iemand een dienst krijgt. Dus wil je terug kunnen zien in wet, regelgeving, maar ook misschien op basis van welke gegevens. Want als die gegevens niet kloppen, ook een belangrijk punt is, inbouwen van feedback. Zorg dat je het ook kan aanpassen. En als je kan laten zien op basis van deze gegevens krijgt u deze dienst en de gegevens kloppen niet, dan kan het meteen aangegeven worden. Ja, dus een aantal mooie randvoorwaarden daarvoor. Dan vraag ik me af, waarom doen we het dan eigenlijk niet al? Waarom is het al niet al lang en breed? En ik hoor dan andere landen waar ze het al veel meer doen. Waarom is dat zo? Nou ja, zoals net aangegeven, wet en regelgeving. De ene regelgeving spreekt de andere tegen. Dat is best wel een moeilijk punt. En in Nederland, we zijn er niet zo heel lang bezig met interoperabiliteit. Dus dat wij kunnen uitwisselen tussen gegevens. In Portugal zijn ze daar sinds 2007 mee begonnen als uitgangspunt. Dus dat verschillende instanties, organisaties met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. Ja, dat je die digitale bouwstenen gelijk zijn. Die standaardisatie, daar zijn we nu verder mee. Ze werken met verschillende systemen ook. Ja, met de Nederlandse overheid. We werken met verschillende systemen. En dat maakt het ook moeilijker. Ja. Ja. Ze zijn er nog voorlopig niet. Het is wel een lange termijn project, durf ik te zeggen. Ja. Nou, in België doen ze het wel al. Ja, daar wel. Ja. En daar gaan we nu eens eventjes naartoe. Ik schakel nu met Christine de Walen. Welkom in de Direct Duidelijk Tour. Ontzettend fijn dat je er bent, want we hebben natuurlijk al vaak over dit onderwerp wel eens nagedacht. En dan zeggen ze, in België doen ze dat al. Dus super fijn dat je er bent. Maar eerst maar eventjes, wie ben je precies en waar werk je? Wat voor werk doe je? Ik werk bij het agentschap Uitbetaling Groeipakket. Dat is het agentschap die eigenlijk de kinderbijslag coördineert en uitbetaalt aan de Vlaamse gezinnen, in Vlaanderen dus. En ik ben hier operationeel verantwoordelijke voor dienstverlening aan gezinnen en aan professionals. Dus ik zit mee in een heel leuk team, dat heel enthousiast allerlei dienstverlening voor gezinnen en voor professionals bedenkt en uitrolt. Volgens mij hebben we meteen een nieuwe randvoorwaarde erbij. Het moet ook een leuk team zijn waarmee je doet. Het is heel mooi dat je dat ook goed bedoelt. Maar Christine, vertel, hoe zetten jullie dan die proactieve dienstverlening precies in? Hoe werkt dat bij jullie? Wel, zoals dat jullie zelf ook al aangebracht hebben, zijn we daar al een hele tijd mee bezig. Al meer dan 40 jaar proberen wij eigenlijk alle gegevens van burgers in België te verzamelen in een centrale kruispuntbank. Niet alle gegevens, we weten niet de maat van je onderbroek, maar wel een aantal basisgegevens, zoals sociale gegevens, inkomensgegevens, de gezinssituatie van gezinnen, om daar dan eigenlijk met die gegevens aan de slag te gaan om automatisch een aantal dingen toe te kennen. Waaronder ook de kinderbijslag, nu gekend als het groeipakket. Ja. En hoe werkt het dan precies bij jullie? Wel, we hebben die centrale kruispuntenbank en elke regio bij ons, we zijn een klein landje, maar we hebben een aantal regio's, waaronder Vlaanderen, die heeft een eigen dienstenintegrator die eigenlijk uit die kruispuntenbank gegevens haalt die de Vlaamse overheid nodig heeft van jou als burger. En elke agentschap kan dan eigenlijk gaan aangeven welke gegevens dat die nodig heeft om rechten toe te kennen. Gaat via de Vlaamse dienstenintegrator, mag dat in gegevensstromen, in datastromen, tot bij dat agentschap komen. En dan kan het agentschap dat gebruiken om jouw rechten automatisch toe te kennen. En voor het groeipakket
gebeurt dat nu al voor meer dan 95% van alle Vlaamse gezinnen. En we zijn hier in Vlaanderen met 910.000 gezinnen, waaronder 1,6 miljoen kinderen. Het is heel interessant, want jullie wetgeving staat dat dus toe. Dus jullie kunnen daarin. Is dat nog een ingewikkelde weg geweest? Of blijven er juridische aspecten waar jullie mee bezig blijven? Of het werkt gewoon zo, omdat het goed geregeld is? Het werkt gewoon zo. Wij gebruiken eigenlijk vanuit de overheid het only once principe. Het only once principe gaat over de overheid kent jou, kent jouw gegevens, heeft die veilig in zijn beheer. En andere overheden of andere organisaties mogen niet telkens opnieuw bij jou gaan aankloppen voor dezelfde gegevens. Dus die gegevens zijn gekend en die moeten hergebruikt worden in veilige omstandigheden weliswaar om jou jouw rechten te kunnen toekennen. Ja. En jij weet ook als je rechten krijgt van de overheid op welke gegevens dat die gebaseerd zijn. En jij kan altijd zeggen dat je dat niet wil. Dus je kan er altijd onderuit. Dat recht heb je. Dat recht heb je, ja. Want we kregen veel vragen, hè, over dat juridische aspect. Ik vraag het ook even aan jou, Jet. Wat zijn nou dingen die juridisch heel erg spelen op dit vlak? Ja, ik denk dat op juridisch vlak, ik ben geen jurist, dus nee. Ik ga kijken wat ik kan vertellen. Ik heb vorige week toevallig ook met juristen gesproken hierover. Dat je in Nederland ook moet kijken naar wat is nou, je hebt de doelbinding, wat net al werd verteld, maar ook het evenredigheidsbeginsel en wat daar een keuze in wordt gemaakt. En gisteren is er, volgens mij gisteren, in ieder geval soms blikt in, dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het kindgebonden budget in Nederland. Dat werd automatisch toegekend en dat was aangevochten. Maar nu is er wel gekeken dat het dus wel kan. En dat is dus een recente uitspraak van de Raad van State die eigenlijk over dit verhaal gaat. Oh ja, dus er wordt juridisch op die manier ook wel gekeken. Het is in ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Ja, in België kunnen ze het dus al. Dat is toch wel bijna jaloersmakend, hè, als ik het zo hoor. Waarom is proactieve dienstverlening bij jullie zo belangrijk in België? Het is zeer belangrijk omdat mensen eigenlijk niet zouden moeten wakker liggen over waar ze recht op hebben. Mooi gezegd. Op die manier kunnen we eigenlijk op de achtergrond al ons werk doen en de Vlaamse gezinnen automatisch toekennen waar ze recht op hebben. Dus dat is financiële ondersteuning, dat helpt ook in de opvoeding en in de uitdagingen die kinderen met zich mee kunnen brengen. En het geeft jou eigenlijk ook echt de ruimte om te kunnen inzetten op doelgroepen die echt meer begeleiding, meer ondersteuning nodig hebben bij het opnemen van hun rechten. Dat geeft jou meer tijd om ook lokaal te kunnen gaan, om heel dicht bij de mensen te komen. Voor mensen die nog face-to-face contact met jou zoeken en echt samen aan tafel willen kunnen zitten om dingen samen te bekijken, problemen samen te bespreken. Dus dat automatiseren van die toekenningen is eigenlijk de sleutel tot proactieve dienstverlening. Prachtig. Mooi zeg. We krijgen een mooie vraag binnen van Arnold aan jou. Arnold, dank voor je vraag. En die vraagt namelijk, stel dat we als gemeente automatisch proactief regelingen voor minima verstrekken. Dan wordt er dus niets aangevraagd door de inwoner. En blijkt nou achteraf dat er geen recht bestaat op die regeling. Heb je dan een terugvorderingsgrond, zegt hij daar. Is er dan iets te zeggen? Hoe doen jullie dat? Als blijkt dat iemand er eigenlijk toch geen recht op had? Bij ons is het zo dat alle gegevens waar wij ons op baseren authentieke en geverifieerde gegevens zijn. Dus door de overheid. Wij gaan niet op basis van verklaringen gaan betalen. Wij betalen op basis van geverifieerde data over jou. Dus de kans op terugvordering is al minimaal. De enige manier voor ons om terug te vorderen is als een persoon echt doelbewust valse verklaringen heeft afgelegd. En dat ook bewezen is. Dan gaan we dat wel terugvorderen. Maar anders, die toekenningen bij ons, die verlopen eigenlijk allemaal in de positieve zin van het woord. En we hoeven daar niet veel in terug te vragen, omdat het allemaal op basis van die authentieke gegevens is. Bijvoorbeeld, als wij een sociale toeslag gaan toekennen aan een gezin, omdat die een laag inkomen heeft, dan is dat een gestaafd laag inkomen op basis van gegevens van onze overheidsdienst voor financiën. Dus dat zijn eigenlijk gegevens die van 2 jaar terug zijn, die nagekeken zijn door de collega's bij financiën, die geverifieerd zijn en
helemaal correct zijn en dan gaan wij die sociale toeslag toekennen. Dus eigenlijk zeg je, onze gegevens kloppen en op basis daar baseren wij ons op. Dus eigenlijk kan het bijna niet fout gaan. En anders hebben we zelf een fout gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, heel goed. Maar van de positieve uitgaan, hè, dat is ook iets waar we het al eerder over gehad hebben. Dat is belangrijk als je het... Je moet daarvan uitgaan, hè, dat je echt wel op basis van correcte en gevalideerde gegevens werkt. Mocht het zijn dat we daarin nog een fout in gemaakt hebben, dan gaan we dat ook terugvragen, maar dan gaan we dat niet aan 100% doen. Hè. Dan hebben de mensen wel een schuld, maar dan wordt dat teruggevraagd aan 10% per maand. Ze krijgen maandelijks bij ons het groeipakket. En dan wordt er 10% afgehouden. En als dat niet lukt, dan gaan we in overleg met de gezinsondersteuner om ook te kijken wat dat gezin financieel kan bijdragen aan die schuld. Er is ook nog zoiets als kwijtschelding van de schuld. Als gezinnen aantonen dat ze financieel echt het heel moeilijk hebben, dan kunnen ze ook een verzoekschrift indienen om een schuld te laten kwijtschelden. Klinkt allemaal... Dus ze zijn heel menselijk. Ja, heel menselijk en een leuk team. En jullie vragen niet naar de maat van een onderbroek. Nou, het lijkt wel een droomteam, hè? Dat is heel erg mooi. Heb jij tips voor organisaties hier in Nederland die hiermee aan de gang willen? Ja, praat met elkaar. Betrek ook de overheid. Kijk ook wat dat jullie samen kunnen doen, hoe dat jullie samen kunnen afspreken. Want het moet echt wel centraal geregeld worden. Dan heb je een gezamenlijke grond om eigenlijk elk vanuit jullie hoekje goede dingen te kunnen realiseren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er echt een wil komt vanuit de overheid bij jullie. En die is er zeker, hè, want ik ken daar ondertussen al wel wat volk. Om dat juridisch en wettelijk te verankeren, dat dat eigenlijk een basisprincipe is. Dat gebruik van gegevens om dingen toe te kennen. Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Super inspirerend. En blijf lekker zo bezig daar in België. We blijven jullie volgen. Bedankt. Dank je. Ja, heel inspirerend voorbeeld. Hè? Ja, inderdaad. Een reactie van jou. Ja, ik vind het gewoon inderdaad. Vooral de menselijke kans erin. Als je kijkt hoe het, nou ja, als wij een beetje terugkijken naar de toeslagaffaire natuurlijk. Nou, dan als je kijkt hoe dit wordt opgepakt, een wereld van verschil. Heel erg vanuit het positieve. En ja, je ziet Christine ook helemaal stralen als het hierover heeft. Ja. Dus hoe goed kan dit zijn als je dit goed regelt, goed inregelt. Maar je zei het ook het menselijke, dan komen we ook meteen op een andere kant van dit verhaal, het ethische aspect. Ja. Wat valt daarover te zeggen? Nou, ik denk dat een paar dingen zijn op het ethische aspect. Bij die gekomen hebben een paar in ieder geval een PhD'er die hier onderzoek naar doet. En wat we vooral zien in ieder geval is dat je aan de ene kant is het denk ik fijn om op een organisatie als je productieve dienstverlening gaat doen en je dus ook op een andere manier moet gaan werken om te zorgen dat je iemand hebt die daar rondloopt om vragen te beantwoorden. Dus een ethische commissie of iemand anders die daarmee bezig is. Maar wat je ook ziet is dat wij nu verschillende waarden hebben die tegenover elkaar staan. Je hebt aan de ene kant recht op privacy en die waarde. Aan de andere kant heb je een waarde dat je denkt, nou, we willen ook dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. En die waarden kunnen met elkaar botsen. En ik denk dat dat een gesprek is, zowel juridisch, maatschappelijk, als misschien ook politiek, die gevoerd moet worden van, hoe wegen wij die waarden hier in Nederland af? En wanneer vinden we welke waarden belangrijker? Of welke waarden... Ja, dat ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja, en eigenlijk wat Christine ook zei, met elkaar in gesprek blijven hierover. Ja. Want anders kom je daar niet uit. Ja. We gaan eens even kijken naar wat kijkers vragen over dit onderwerp. En voordat we dit webinar deden, konden mensen al vragen indienen. En toen kregen we een hele leuke vraag van Tim van Vlierde. En daar gaan we nu naar luisteren. Goedemiddag, mijn naam is Tim van Vlierde en ik werk bij de gemeente Den Haag als adviseur in het team dienstverlening en kwaliteit. Ik heb een vraag en die luidt als volgt. Zit er een bovengrens aan een proactieve dienstverlening? En ik vraag mij dat af, omdat ik me voor kan stellen dat als je te proactief te werk gaat, dat dit afschrikt bij inwoners en dat je een gevoel kan hebben van hey, Big Brother is watching you en dat het een inbreuk heeft op je privacy. Erg benieuwd hoe jullie dit zien. Alvast bedankt. Nou, dankjewel voor je vraag, Tim. Meteen maar naar jou. Wat is jouw antwoord? Ja, er is een bovengrens en ik denk... Ik weet niet nu wat die bovengrens is. En ik denk dat het heel erg op de individu afhangt hoeveel bemoeienis jij wilt van de overheid. Ik
denk dat er mensen zijn die zeggen, nou, heerlijk als alles voor mij geregeld wordt en ik alleen nog maar hoef te accepteren. Dus in Denemarken wordt je kind krijgt automatisch wordt hij op een basisschool neergezet. En je krijgt een sms'je van de gemeente, we hebben je kind hierop ingeschreven, wil je dit? Antwoord je ja, dan is je kind ingeschreven op de basisschool. Kijk. In Nederland zouden wij dat zien als misschien als een bemoeienis. Want ik wil dat mijn kind naar die speciale basisschool gaat, want dat vind ik bij mijn waarden passen. Dus nou, dat kan een te grote stap zijn. Dus het liefste zou ik zien dat je opt-out krijgt. Wat ze ook in België doen. Dat als je het niet wil, dat je gewoon zegt, ik hoef deze dienstverlening niet. Ja. Ik regel het liever allemaal zelf. En ik denk dat je dat soort systemen kan inbouwen, dat je dan ook veel meer meerdere burgers kan bedienen. Ja. Ja, en het heeft denk ik ook met dat kwadrant te maken, hè, waar je het over had. Dus dat van ongewenst, gewenst, verwacht, onverwacht. Ja. Dat je goed kijkt van waar zit ik nou precies. Ja. En daardoor probeert die grens ook een beetje in te bewaken. Ja, en je gaat het niet voor iedereen kunnen doen. Nee. Want niemand zal ooit 100% tevreden zijn met een level van bemoeienis vanuit de overheid. Want dat is denk ik heel veel. Ja, dat is gewoon eigenlijk zo individueel bepaald wat je wel en niet wil en hoeveel hulp je wil. En schaamte speelt misschien een rol. En ja, andere dingen kunnen een rol spelen. Het begrijpen van de taal, weten dat een overheid voor je kan zorgen. Dat is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar die twee smaken kunnen dus heel mooi naast elkaar bestaan. Hè? Dat zagen we ook in het voorbeeld van België, waarin ze zeggen, eigenlijk geeft dit ons dus ook meer tijd om met de mensen die wel extra aandacht nodig hebben, ook die tijd daarvoor te kunnen nemen. Ja, zeker. Prachtig. We hebben nog een kijkersvraag binnen en die gaat over de AVG. We hebben het er al eventjes over gehad. Hoe zit het daar precies mee als we het hebben over proactieve dienstverlening? Ja, ik denk dat het voorbeeld van het eerste voorbeeld al daar eigenlijk een antwoord op gaf van we hebben deze gegevens, we mogen ze delen, want we hebben hier wel, ze hebben hier toestemming voor gekregen, omdat eerst hebben ze in een pilot gedaan en nu gaan ze dit uitrollen. Je mag soms meer van de AVG dan je denkt. En ik denk dat dat een goede is om even te kijken van het mag niet van de AVG, punt. Of ga je een DPIA, ik weet even niet waar de afkorting voor staat, maar dat is eigenlijk als je iets wil gaan doen, dat je... Kan je toch één keer gaan, een DPIA? DPIA. DPIA, mensen. We hebben niet meer voor de bingo erbij, maar wat is het precies? Nou, dat is eigenlijk dat je gaat van tevoren een hele vragenlijst beantwoord. Of je overal aan gedacht hebt en welke gegevens je gaat gebruiken en hoeveel privacygevoelens die gegevens zijn. En op die manier echt een heel stappenplan doorloopt. En dan uiteindelijk kan kijken, nou, kunnen we het doen, ja of nee? En dat je dus heel goed erover nadenkt wat wel en niet mag. Dus in plaats van in een verlammende stand van, oh nee, het mag niet van de AVG, zijn er best wel wat middelen die je kan doorlopen en kijken van, wat kan wel? En zie je het niet meteen als een harde stop, maar kijk wat er dus wel kan. Ja. En dan hebben we nog een vraag. Maakt proactieve dienstverlening dat je nooit meer hoeft te communiceren? Dus als je het goed doet en het gaat allemaal vanzelf, hoef je dan nooit meer te communiceren? Ja, vind ik een tweeledige vraag, denk ik. Want wat is communiceren? Want ik zou zeggen dat proactieve dienstverlening een heel groot onderdeel daarvan is communiceren naar de burger toe dat ze ergens recht op hebben, dat ze het krijgen en vanwege om deze en deze reden. De vraagsteller heeft het echt over persoonlijk en passend contact met gemeentemedewerkers. Ja. Dat dan eigenlijk niet meer hoeft. Nee, dat lijkt me niet. Nee, want ik denk ook dat er genoeg mensen zijn met vragen. En ik denk ook niet dat elke dienst proactief kan. Dat je soms echt wel een fysieke check wil hebben. Zoals bij in ieder geval trouwen en huwelijk. Daar zal je dus wel die check willen hebben. En een groot deel kan misschien ook digitaal zijn. En het zou ook heel goed zijn, zeker dat je bij een gemeente, die zijn natuurlijk al, dat er hulp kan komen om voor mensen om alsnog de paar dingen die ze moeten aanvragen, om dat samen te doen. Ja. Of een overleg. Of dat je vanuit de gemeente kan kijken, nou, iemand komt naar mij toe met deze situatie. Oh, deze en deze regelgeving is misschien ook van jou op toepassing. En dat je het op die manier kan invullen, de productieve dienstverlening. Dan heb je juist heel wat menselijke contact. Juist met menselijke contact. Ja. Ik denk, nee, we moeten er ook niet naartoe willen dat het helemaal volledig, dat wij de loketten sluiten en zeggen, joh. Nee, je ziet ook hoe belangrijk het is. Hè? Dat hoorden we ook al inderdaad in het voorbeeld van België. Dank jullie wel allemaal voor jullie vragen. Je kan ze nog steeds blijven stellen in de chat. Nou wil ik ermee aan de slag als overheidsorganisatie. Ja. Is er een handig stappenplan? Hoe doe ik dat? Waar moet ik mee beginnen? Waar eindig ik? Ja, nou, ik had het al even gezegd, maar wij zijn dus samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn wij een volwassenheidsmodel aan het ontwikkelen voor proactieve dienstverlening. Er zijn ook in de wetenschap verschillende modellen gemaakt. En nou ja, sommige zijn ingewikkeld, sommige zijn wat makkelijker. En wij zijn aan het kijken vanuit de Nederlandse kant van welke manieren heb je om een dienst te ontwerpen? Maar ook, wat is
organisatie nodig om dit te kunnen doen? Wat voor mensen heb je nodig en welke stappen kan je daarop nemen? En uiteindelijk zou het mooi zijn als er een vragenlijst uitkomt. Dat je kan kijken, nou, waar sta ik nu en hoe ver kan ik komen? Maar we staan nog niet zo heel ver in Nederland. Dus het is ook gewoon echt een middel om te kijken, nou, waar groei ik naartoe? Hoe ziet nou die proactieve overheid eruit? En ja, welke richting kan ik eraan geven vanuit mijn organisatie? Ja. En daarin ook nog steeds, je hoeft niet altijd 100% proactief te zijn. Dat is denk ik een hele belangrijke, maar proactiever of van meer informatie klaarzetten voor de burger, zodat ze niet alles hoeven uit te zoeken, kan een hele grote stap zijn om het proces vanuit de overheid en makkelijker te maken voor de burger. Ja, en jullie zijn nu dus nog in die meedenkfase. Kunnen mensen, als ze zeggen, hey, we willen nog meedenken, kunnen ze dan met jullie meedenken? Uiteraard, ja. Bij DigiCampus ontwikkelen we altijd alles zoveel mogelijk met input van experts van buitenaf. Ik denk dat je ook het beste krijgt als mensen die er iets over denken en mee willen denken, dat doen. Je wil het niet in je eentje op je kamertje bedenken. Wij hebben al verschillende sessies gegeven. En we willen volgend jaar ook wat sessies geven om dat model te bespreken en te verbeteren. Dus als mensen meedenken, ik juich erin maar toe. Ja. Nou, wil je meedenken? Laat dan dat even weten via een mailtje aan Gebruiker Centraal. En dat doe je via directduidelijk@gebruikercentraal.nl. Dat e-mailadres vind je ook in de chat. En dan sturen wij dat door naar jou, Jet. Hartstikke mooi. Elke aflevering sluiten we altijd af met onze gasten met de gouden tip. Wat is jouw gouden tip als het gaat om proactieve dienstverlening? Mijn gouden tip is toch een beetje tweeledig ook, maar zorg dat je de juiste mensen aan tafel hebt. Dus wij werken bij DigiCampus natuurlijk met wetenschap, overheid, de markt en gebruikers. Want er zijn proactieve oplossingen in de markt die heel goed gebruikt kunnen worden voor de overheid. Dus die moet je zeker niet vergeten. En ga ook experimenteren. Ga wat dingen uitproberen. En leer ervan en kijk, oh, nou, hier lopen we niet tegenaan. En deel deze kennis ook het liefst, ja, wat mij betreft, ook openbaar. Ja. Dus laat ook zien dat je een experiment gedaan hebt en dat het wat er wel gelukt, wat er niet gelukt is. Want anders gaat elke organisatie opnieuw het wiel uitvinden. En ik denk dat we kunnen versnellen als we hierop goed samenwerken. Ja. Mooie tweeledige gouden tip. Heel goed, dankjewel. Jet, ontzettend bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. De online gasten ook ontzettend bedankt voor het meepraten. Jullie bedankt voor het vragen stellen. En graag tot volgend jaar.